Vandaag is de dag van de Brabantse hoeders hier. We hebben altijd een jaarvergadering, één keer per jaar dus. Komen we met z'n allen bij elkaar, dat regelt het bestuur. Ik ben de voorzitter van het bestuur. En dan doen we altijd de jaarvergadering voor de hoeders en voor de partners een nevenprogramma. En vandaag hebben we dus gekozen voor dit prachtige museum, waar ook vorig jaar iemand is benoemd tot hoeder van Brabant en een bokaalhouder is geweest. De Brabantse hoeders, wie zijn dat? Dat zijn mensen die hebben in het verleden de Brabant bokaal gewonnen. Dat is een onderscheiding van het Cultuurfonds Noord-Brabant. En die krijg je voor ongesalarieerd, dus vrijwilligerswerk op het vlak van cultuur of natuur. Ik vind het een geweldige eer. Ik ben er pas bij de Club van de Hoeders. En dat ik nou al gastheer mag zijn vandaag op ons museum. Gewoon, we zijn een stichting, dus dan moet je je ook verantwoorden op deze dag. Dus gewoon, zeg maar, ledenvergadering tussen aanhalingstekens. Maar er worden ook altijd nieuwe projectideeën. Zoals je misschien net gehoord hebt, doen we elk jaar een Brabant breed project. En tijdens deze jaarvergadering mogen hoeders hun ideeën naar voren brengen. Wat zij denken, welk onderwerp voor volgend jaar of het jaar erop gestalte moet krijgen in Brabant. In 2009 toen... Drie mensen de Brabantbokaal kregen, zijn we bij elkaar gezitten en hebben gezegd, het is toch eigenlijk gek dat we op eenzelfde vlak werken, elkaar ontmoeten. We zouden elkaar vaker moeten ontmoeten, want we hebben iets met elkaar. En toen dachten we richten de broederschap van de Brabantbokaal op. En toen heeft de voorzitter van het Cultuurfonds Noord-Brabant heeft gezegd, dat moet je niet broederschap noemen, maar dat moet je hoederschap noemen, want er zitten ook vrouwen bij. Dus het is niet alleen broeders, maar het is ook zusters. En hoederschap is natuurlijk iets moois, want je hoedt iets op cultuur- of natuurvlak voor Brabant. Dus dat is de gedachte die erachter zit. En zo zijn we Stichting de Brabantse Hoeders geworden. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet bevatten waarom ik dat nou gekregen heb. Maar andere mensen zeggen dat ik het wel verdiend heb. En ja, daar ga ik stilletjes aan wennen. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Niet dat je langs je schoenen gaat lopen, maar ik vind het toch wel heel leuk dat je dat hebt mee mogen maken. Vorig jaar hadden we natuur en voeding en zijn we bij de Genneperhoeve hebben we een dag gedaan met allerlei mensen, omdat op het gebied van voeding en natuur en eten natuurlijk heel veel op dit moment heel actueel is. Hoe gaan we erom met de boeren? Wat doen we met de natuur, biodiversiteit enzovoort? En wij kiezen dan altijd een onderwerp. We hebben heel veel mensen uit de sector en niet uit de sector, nieuwe mensen, bij elkaar gebracht in de hoop dat daar een soort vonkje ontstaat richting de toekomst. Dat was een hele geslaagde dag. Mevrouw Adema had ook een prachtige toespraak. Er waren honderden bezoekers. En we hadden een heel breed programma voor schoolkinderen tot en met volwassenen. Mensen die iets met natuur en voeding hebben en mensen niet. Je kon er dingen proeven, restjes koken met eten, allerlei voordrachten van boeren onderling en van allerlei organisaties die zich op het gebied van bodem, water en voeding positioneren. Ik zat op mijn werk in een vergadering en ik werd gebeld en die mevrouw zei, de secretaris van het Cultuurfonds, die zei, zit je goed op je stoel? Ik zei, nou, ik sta nou. Ja, want ik heb je iets te vertellen. Je hebt een onderscheiding gewonnen enzovoort. Ik zei, u vergist zich waarschijnlijk, want er zijn veel biemansen in Brabant. Maar ik ben nog heel jong en u bent degene die een onderscheiding krijgt. Dus ik was helemaal verbaasd. Ik mocht ook niks zeggen. En het was nog geheim totdat het persbericht uitkwam. Ik zou veel van hebben over een heel klein beetje. Hij wordt gek weggegeven, dat is een stapje. Dan word je helemaal nat. Helemaal nat. Ja, wij bestaan hier. Zo blijf lekker zo staan. Verkeerde kant uit. Vroeger had je een palmolive shampoo en dan moest je in een pannetje. Is het vocht eruit of iets of niet? Nee, dan gaat hij nog. Dan knip je een beetje. Dan doe je hem weer open. Dan doe je hem net de andere kant in. Dan gaat het om dat er zit. Dichtmaken bedoel je? Ja, of met dit dichtje zo. Ja, dat kan. Ja. En dan de lange kant beginnen. Sorry. Ja, mag ja. Welke kant wil jij? En dan dit. Zo. Breng die rozen naar Sandra. Ja. Zo ongeveer.
Jongen, het is wel heel mooi, hoor. Moet je kijken hoe kort zit het. Zou we deze... Is zoiets, dan kom je thuis en dan moeten ze allemaal gaan staan natuurlijk. Ik ben gelukkig alleen, dus ik ben alleen gaan staan. Ik moest er wel aan wennen, inderdaad. Ze zijn hier in het museum wel ontzettend trots op jou, hè? Dat er zo eentje uit hun gelederen zo'n hoge onderscheiding mag ontvangen. Ja, dat denk ik ook, ja. Daar word ik overal aan gewaar, ja. En ik mag meepraten nog, mee van alles. Dat vind ik ook wel leuk, hè? Dat bedrag wat we elk jaar krijgen, is om zo'n project op te tillen. En om je een beeld te geven, dat bedrag is 10.000 euro jaarlijks wat wordt toegekend. Maar omdat we met zoveel hoeders zijn, kunnen wij er eigenlijk altijd door onze inzet grote dingen van doen met een heel klein budget. Dus die hele dag en het hele voorprogramma en ook de nazorg, die gaat vanuit dat budget. Dus er komt altijd een goede aan cultuur of natuur. Bij mij gaat het heel veel over de verhalen, dat weten jullie ook wel. Hè? Ik wil altijd vertellen over de camper van vroeger en van nu. En vergelijkingen maken en de mensen amuseren op dat gebied. Geen hoogdravende geschiedenis vertellen, maar wel heel leuke verhalen vertellen, menselijke verhalen. Ja. Dit jaar is het project Brabantse Beken. En dat zal zich in het najaar manifesteren. En dat wordt getrokken door onze hoeder Willem Peters. Dus er is altijd één trekker en dan een werkgroep die om hem heen is. En daarnaast helpen alle hoeders mee waar het moet en kan. Je zei Brabantse Beek en ik dacht gelijk aan wateroverlast. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik dacht er wel aan. Nou ja, wij zeggen we doen actuele onderwerpen. Dus ja, dat is een actueel onderwerp. Maar ook biodiversiteit en water. En hoe gaan wij met het water om in de toekomst? Daar zal daar allemaal een rol in spelen. Maar zoals ik zei, ik ben niet de trekker van het project. Ik ben ook geen natuurhoeder. Ik ben een cultuurhoeder. Maar ik weet wel dat ze met een werkgroep flink aan de slag zijn. En er zijn allerlei analyses. Dus er zal een technisch aspect zijn. Maar er is vooral altijd een groot aspect voor het grote publiek. En ook voor overheden dat ze over sommige dingen misschien wat anders na gaan denken. Ja, die bokaal wordt uitgereikt door de voorzitter van het Cultuurfonds in Noord-Brabant. En dat is QQ, altijd de commissaris van de koning. In het verleden was dat mevrouw Hanja Maaiwegge, daarna Wim van der Donk en sinds kort Ina Adema. Dus de commissaris reikt jou die onderscheiding uit. Dat is extra eervol, hè? Ja, dat is extra eervol. En dat is een kunstwerk gemaakt door een Brabantse kunstenaar. Vroeger was dat een zilveren kunstwerk en nu is het van keramiek. De laureaten die komen nu binnen, geef ze een heel groot applaus, dames en heren. Hendrik, laten we eens even genieten van die bokaal. Steek hem eens even mooi omhoog, jongen. Wat een is die zwaar? Nee, is niet zwaar. Nee, hij is helemaal niet zwaar. En ik heb al een plaats in gedacht op de kast thuis, dat ik moet komen staan. Dus. Toen ik jou vroeg waar je die bokaal neer ging zetten, want het was een speciaal soort beker. De bokaal was van aardewerk, roze. Toen zei je, oh, daar weet ik al een plaats voor, op de kast. Is dat gelukt? Dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Ja. Staat die mooi te pronken, ja. Ja. En kijk je daar elke dag naar? Nou, elke dag. Maar ik ja, word er nog eens mee aan herinnerd. Ja, leuk. Hoe laat verwachten jullie de witte rook? De witte rook? Voor hier? Nou, de jaarvergadering duurt 1,5 uur. Dus we moeten nu gaan vergaderen over de projecten van 2026. Hebben we al een idee. 2027, 2028. Soms zijn projecten namelijk zo groot dat ze heel veel voorbereiding behoeven. En dan kiezen we 2 jaar van tevoren met z'n allen. Waar gaan we aan werken? Dat jij hoeder bent, opent dat deuren? Nou, zo gebruik ik het niet. Maar inmiddels zijn we wel bekend in die zin. Dus als we onze jaaractiviteit organiseren en we zeggen we zijn van Stichting de Brabantse Hoeders, dan roept dat wel wat op, inderdaad. Dus in die zin zou je kunnen zeggen het opent deuren. Hè, we hebben veel op onze palmares inmiddels. Hè. We zijn sinds 2009 actief, dus we hebben al heel veel activiteiten. En dan kun je wel ergens binnenkomen, ja. Kunnen de mensen zich dat nog herinneren, wat vroeger smokkelaars deden? Nee, dat wordt steeds moeilijker. Het is steeds moeilijker. We doen ook wel af en toe een douanestop in de bossen. Hebben we misschien wel eens van gehoord. En er zijn altijd mensen die, vooral de jeugd, die denken dat het echt is. Die denken dat ze echt aangehouden worden. Dat zijn de leuke dingen. Ja, ja. Ga zo door, Hendrik, zolang het kan. Gaan we doen. Goed zo. Ik wens jullie veel wijsheid. Nou, dankjewel. Dankjewel voor de aandacht ook van Camp TV voor ons. En eigenlijk voor cultuur en natuur. En voor dit prachtige museum natuurlijk. Dankjewel.